Heel goeie avond iedereen. Het was een pittige dag op het proces Bart De Pauw met veel tranen. En daarnet nog Bart De Pauw zelf aan het woord. Fatma Taspinar is naar hier gespeurd. Ze heeft 2 dagen lang in de rechtszaal gekampeerd. Eens kijken of er al conclusies getrokken kunnen worden. We gaan ook de discussie over nachtwerk en e-commerce is grondig voeren. Een discussie die de begrotingsgesprekken nog bijna deed mislukken maandagnacht. Miranda Ulus is een van de sociale partners die nu zelf eerst een voorstel moeten doen. En Mark De Vos die wil haar al enkele tips geven. Benieuwd of die in de smaak zullen vallen. En voor het eerst een langspeelfilm maken en onmiddellijk een prijs pakken in Cannes. Theodora Mihai kan dat met La Civile Theodora. Dat moet een fantastische zomer, want dat was begin juli, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, en dan vorige week de opener. Nee, 2 dagen geleden de opener in Gent op het filmfestival. Ja, hoe waren de reacties daar? Zeer positief, gelukkig. Ja. Ik had wel wat zenuwen. Het was een thuismatch. Ik woon in Gent. Dus het was een hele eer ook om het festival te mogen openen. Blij dat te horen. We gaan straks een paar fragmenten natuurlijk ook laten zien en het hele verhaal eens doen. Want het is zeer bijzonder en aangrijpend, moet ik zeggen. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Dag 2 van het proces De Pauw en het was heftig en misschien ook wel een beetje te verwachten. Gisteren heeft de tegenpartij van alles gezegd. Er waren een aantal dingen bij die niet stroken met verklaringen en feiten. Je kunt van alles beweren, maar je hebt natuurlijk ook altijd de feiten. En dat gaan wij vandaag aantonen. Ik denk dat jullie wel zullen gaan verschieten van een aantal dingen. Fatma Taspinar, 2 dagen daar, wat ik zei, in de rechtszaal gezeten. Zijn jullie geschrokken, zoals je zegt? Wel, we zijn geschrokken. En niet alleen vandaag, ook gisteren. Gisteren werd gezegd dat het een brute dag zou worden. Het werd ook een brute dag. En vandaag werd het eigenlijk ook opnieuw een brute dag. Het was een proces waar eigenlijk volgens alle partijen niemand op zat te wachten. En dat zag en voelde je ook in de rechtszaal. Hè? Want het was de eerste keer dat Bart De Pauw en die 7 vrouwen... 7 van de 9 vrouwen die zich burgerlijk partij hebben gesteld, die waren daar. En je voelde die spanning ook ontzettend. Hè? Want het is natuurlijk niet de bedoeling, zoals de voorzitter van de rechtbank zei, om als in een theaterzaal op elkaar te reageren. Maar dat gebeurde af en toe wel. Is het een beetje theater geweest vandaag? Het was, dus gisteren hebben de advocaten van de vrouwen natuurlijk urenlang gepleit. En daarom zegt Bart De Pauw ook aan het begin van die dag, vandaag gaan jullie verschieten, omdat het aan hen was natuurlijk. Ja. Zij hadden het woord de hele dag. We gaan de dag nog eens overlopen zo meteen. Maar eerst, heeft zelf gesproken daarnet. Denk om 7 uur ongeveer dat hij klaar was. Wat heeft hij gezegd? Wel, hij heeft zijn excuses aangeboden, al kan je erover discussiëren aan de partij die het vraagt of dat nu wel excuses waren of niet. Volgens het parket was het begin van excuses, volgens de vrouwen waren het geen excuses. En waarom niet? Waarom niet? Omdat ze zeggen van kijk, we hebben 4 jaar lang niks gehoord. 4 jaar lang, want 4 jaar geleden exact is heel dit proces losgebarsten met die video, die befaamde video die Bart De Pauw zelf heeft online gezet. En sindsdien hebben de vrouwen, buiten 2 vrouwen die nog een telefoontje hebben gehad met de vraag waarom ze bij die zaak betrokken waren, heeft niemand nog iets gehoord. En dat verweet met name bijvoorbeeld Lisa Naert hem van kijk, we hebben niks gehoord van jou in al die jaren. Hoe kan je nu beweren dat deze excuses oprecht zijn? Een van de dames formuleerde het zelfs. Wat heeft hij daarop geantwoord dan? Hij heeft gezegd, ik vind het zeer jammer, dat, want hij heeft het allerlaatste woord zo pas, het is net afgelopen, hij heeft het allerlaatste woord gekregen. Hij vond het heel erg dat zijn excuses niet werden aanvaard en dat hij was niet ook meer kon doen. In tranen, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Dus hij heeft gezegd, kijk, ik wil mij excuseren bij al die vrouwen, want ik vind het eigenlijk allemaal toffe madammen die hier in de zaal zitten, waarmee ik allemaal diepe vriendschappen mee gehad heb. Dat klopt ook wel. Hij heeft heel goede vriendschappen gehad met die mensen. Hij heeft er ook nauw mee samengewerkt. Mike Kafmeijer, Lisa Naert, Lise Vrijn. En hij zei van, kijk, ik heb, ben misschien wel over de schreef gegaan, maar ik heb dat niet opzettelijk gedaan. Ik heb echt wel niet met opzet pijn willen doen. Ik heb nooit beseft dat ik zo over de schreef ging, dat jullie zo bang waren van mij. En vooral, en ik denk dat dat de vrouwen nogal stoorde in die excuses, is dat hij zei het feit van, ik had niet door welke macht ik had al die jaren, dat ik de golden boy was, de grote televisiemaker van het moment. En dat ik daardoor, dat ik
ik zoveel macht had dat ik daardoor eigenlijk die veiligheid heb geschonden dat jullie eigenlijk niet durfden in te gaan tegen mij. Ja. En los van die excuses, kan je dat dan schuldbesef noemen? Want we hebben het Openbaar Ministerie ook horen zeggen, kijk, we zijn eventueel bereid om naar een lichtere straf dan die 1 jaar probatie te gaan, maar dan moeten we wel iets van een schuldbesef zien. Is dat er wat? Kan je dat daar wat uit afleiden? Het is natuurlijk niet aan mij, hè. Ik volg maar als justitiejournalist, ja. Maar het parket heeft wel gezegd dat zij vinden dat dat het begin is van een schuldbesef. Dat hij daarmee eigenlijk zegt dat hij effectief deze vrouw heeft belaagd. Dus het parket heeft dat wel aanvaard, maar zij vorderen natuurlijk. Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om, op 25 november hoor ik, is er een vonnis om te oordelen op basis van al die elementen. Trouwens, mijn collega Filip Heijmans zei het heel mooi op Radio 1 vandaag. Het is heel moeilijk om in te schatten welke richting het uitgaat, waarom. Het zijn allemaal acteurs daar, hè. En hoe moet je inschatten wat zij zeggen? Of misschien ze dat heel hard menen. De oren van de regisseur aflappen. En dat zeg ik met alle respect. Maar het is natuurlijk... Je moet naar het dossier kijken. En dat is wat het gerecht nu moet doen, wat de rechter nu zal doen. Ja. Het is veel materiaal, hè, bijna, als je het hoort. Ja. Je hebt geen tijd gehad om het te volgen, wellicht? Maar, Nee. Ik was heel erg in mijn bubbel met de film, met de premières, verschillende premières. Maar ik verneem het allemaal... Ja. Jullie het op een of andere manier gevolgd? Niet, maar wij komen het natuurlijk ook wel in de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer tegen. Hè. Je hebt zowel vrouwen die gestalkt worden, maar ook mannen. En dat is altijd heel moeilijk. Ja. Dat is allemaal heel emotioneel, maar eigenlijk gaat het heel veel over macht. En denkt u dan dat dit proces daar een verschil kan in maken? We hebben gisteren de vraag gesteld, is er al iets veranderd ten opzichte van het begin van MeToo, 4 jaar geleden, Harvey Weinstein, dan kwam de zaak De Pauw er snel bij. Ik denk dat mensen wel meer in het publiek durven treden en er meer durven over spreken. En ik zeg heel duidelijk, mensen, er zijn veel vrouwen, maar ook wel wat mannen, hoor, die met stalking te maken krijgen. U niet, hè, professor? Nog niet. Maar pas op, ik heb schroom om daarover te praten. Ik vind dat zo delicate menselijke zaken. Ik vind het goed dat op tafel ligt als een discussiethema. Ik vind MeToo goed. Ik vind het eigenlijk ook goed als de partijen dat nu eenmaal niet anders kunnen, dat er een proces komt. Ik ben jurist. Je hebt uw dag in de rechtbank. Dat is goed, dat is louterend. En dan is er een onafhankelijke partij die oordeel velt. Dus dat is goed. De fascinatie daar rond, dat kan ik begrijpen. Want het zijn allemaal mediafiguren enzovoort. Maar ik deel die persoonlijk niet, dus ik heb dat niet zo van nabij gevoeld. Beetje te veel aandacht ook misschien ervoor? Ik ben sowieso geen grote mediaverslinder. Dus, maar het is, als je het opzet, kun je het niet ontwijken. Dus het is nogal dominant de laatste paar dagen. Maar het is wel interessant wat u zegt als jurist dan. Hè? Want het is natuurlijk een relatief nieuw fenomeen. En ik denk dat we ook nog niet goed weten hoe we hiermee moeten omgaan binnen die juridische context. Omdat een van de dingen die vandaag aan bod is gekomen, bijvoorbeeld... Want stalking, dat heet nu belaging. Overlast, elektronische overlast, dat zijn allemaal dingen. Wanneer spreek je van elektronische overlast, ja, 10, 15 jaar geleden kon je daar niet van spreken. Hè, want het waren zo vlot ging het niet dan om mensen te overstelpen met berichten, zal ik maar zeggen. Op een bepaald moment is hier vandaag trouwens ook vragen gesteld bij het feit of dit nu om stalking, belaging zoals dat nu heet, gaat. De advocaten hebben geopperd dat 6 van de 9 vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld, dat eigenlijk hun klacht onontvankelijk moet verklaard worden toch op die kwalificatie stalking. Waarom? Omdat tot 5 jaar geleden intussen moet ik zeggen, dus tot 2016 was stalking een klachtmisdrijf. Dat wil zeggen dus dat je als man of vrouw zelf naar de politie moet stappen om te zeggen, kijk, ik ben gestalkt of ik word gestalkt. En dan pas konden zij ingrijpen. Maar dat is dan veranderd omdat er vrees was dat mensen die dan die stap niet durfden te zetten, dat zij zichzelf iets zouden aandoen. En daarom hebben ze gezegd, kijk, het parket kan ambtshalve ook zelf een onderzoek starten. Dat is in deze zaak ook gebeurd. Dat is veranderd in 2016. Hè, 2016. Dat het parket dat zelf kan doen. Ja, en dat is in deze zaak ook gebeurd. Nadat heel die zaak is losgebarsten, heeft het parket natuurlijk, die kijken ook naar de televisie, zal ik maar zeggen. En de advocaten die zeiden, 6 van de 9 vrouwen, die feiten tussen hen en Bart De Pauw, die speelden zich af voor 2016. Ja. Maar ik heb intussen al wat rondgebeld en blijkbaar klopt dat toch niet helemaal. Blijkbaar gelden die regels vanaf het moment dat het onderzoek is ingesteld en het onderzoek naar heel die zaak De Pauw is na 2016 gebeurd. Ah, oké, okay. dus dan mogen de feiten van voordien zijn. Dus dat zou dan... Dat gaat nog over gediscussieerd worden. Over gediscussieerd worden. De rechter zal daar dus ook in dat vonnis ook over beslissen. Mm-hmm. Maar ik heb me laten vertellen door juristen die het kunnen weten dat normaal gezien eigenlijk
eigenlijk dan de regel wordt gevolgd, maar dat weet u misschien beter dan ik, dat eigenlijk het onderzoek pas later is ingesteld. Ja, ik wil even terug naar de zaal, hè, want wat ik zei, het was heftig. Hè. Vandaag, op welke momenten was het zo moeilijk voor? Want ik hoor dat de burgerlijke partijen, sommige van de vrouwen het op bepaalde momenten erg moeilijk hadden met wat de pauw zei. Waarover ging dat dan? Wel, het was niet zozeer zelfs niet wat de pauw zei, maar wat zijn advocaten zeiden. En dat was dus in principe wat de pauw zei, inderdaad. Er is de hele dag vrouw per vrouw, dat zijn dus 9 dossiers, zal ik maar zeggen. En voor elk van de vrouwen 2 kwalificaties, dus elektronische overlast en stalking. Vrouw per vrouw is er eigenlijk gedeconstrueerd wat er gisteren allemaal is gezegd, hoe de feiten zijn gegaan volgens die vrouwen. En dat is allemaal afgedaan als... die context is eigenlijk op een bepaalde manier daar weggetrokken rond die berichten. En zij hebben dan andere berichten voorgelezen waaruit dan zou moeten blijken dat die vrouwen het eigenlijk best wel leuk vonden, dat ze eigenlijk nooit van plan waren om klacht in te dienen. Ze hebben er mails bij gehaald die ze naar andere mensen hadden gestuurd. Dus zij hebben ook een heel hoop materiaal bovengehaald om hun bewering te staven, om zich te verweren. En daar kwam dan soms heftige reactie op. Ja, en er waren ook... er was één geval waar ik niet dieper op ga ingaan, omdat dat net nu het hele probleem was. Dat ging over El Ajoun Henrar. Er was iets waarvan zij had gevraagd expliciet om daar geen melding van te maken. Dat had ook niet echt met het dossier te maken. En dat is toch gebeurd op dat moment. Natuurlijk beginnen de media dat dan over te nemen als je dat in zo'n rechtszaal zegt. Dat ging over haar bezoek aan de therapeut. Ja, het is heel specifiek, heel privé. En zij had aan het begin van de zitting ook gevraagd alsjeblieft, wees daar discreet over. Ik heb liever niet dat daarover gepraat wordt. En dat is dan toch gebeurd. En toen is de voorzitter ook moeten tussenkomen. Ik wil maar zeggen, eigenlijk voor al die vrouwen zijn er heel veel details naar boven gehaald. Over Bart de Pauw ook, hè? Beide kampen. Hè? Ja. Dus het was voor alle kanten, alle partijen, was het heel confronterend. Omdat dingen die op dat moment misschien heel banaal waren, berichtjes die heel banaal klonken of niet, die werden natuurlijk in een bepaalde context naar boven gehaald. En de advocaten die hebben ook gezegd, heel duidelijk, kijk, zij hebben elkaar beïnvloed en zij hebben er samen een verhaal van gemaakt. Dat heb ik vandaag gelezen, collaborative storytelling. Ik heb iets bijgeleerd vandaag, want dat gaat dan dat ze hun... Ik ook. Niet per se bewust, maar onbewust wel door te bellen, door contact te hebben onderling, dat ze hun verhalen wat op elkaar hebben afgestemd. Ja, dat was het rapport van een psychiater, denk ik. En, wat heeft die dan gedaan? Die heeft al die communicatie onderling naast elkaar gelegd en dan bekeken of daar een soort van patroon in zit en dat ze elkaar daarin beïnvloed hebben. Ja, hij heeft eigenlijk al die zaken apart bekeken. Alle berichtgeving, dus alle berichten van die vrouw met Bart de Pauw, alle contacten. Dat is natuurlijk gaat over 15 jaar, wat we nu spreken. En ook heel onvolledig, want sommige dingen zijn gewoon gewist omdat er toen andere elektronische tijden golden. Heeft dat dan allemaal geanalyseerd en hij zegt, kijk, eigenlijk zijn er een aantal vrouwen die... op een bepaald moment duidelijk hebben gezegd ik ga hier niks mee doen. Die zaak is dan losgebarsten. En dan zijn die eigenlijk allemaal met elkaar beginnen praten. Ze spraken zelfs van, ze zijn geronseld binnen het kader van activisme. Je hoort ook wel van sommige getuigenissen dat daar heel veel tijd tussen zit. Dat eerst relatief positief was over het productiehuis Koeketroef van Bart de Pauw en zijn echtgenote. En dat dat dan helemaal omslaat. Hè. Zijn dat argumenten die indruk gemaakt hebben? Ja. Dat heeft absoluut indruk gemaakt. Er zijn 1 of 2 gevallen, bijvoorbeeld bij Lisa Naert en El Ajoun Henrar, heeft hij Bart de Pauw wel echt toegegeven. Van daar ben ik echt over de schreef gegaan. Mm-hmm. Daar waren de reacties ook heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je gaat spreken over die MeToo, dat is het probleem net als je dat in een juridische context gaat bekijken. Dat is helemaal niet zwart-wit. Dat is net een beweging waarbij het heel subtiel is en waar het heel moeilijk is om eigenlijk een standpunt in te nemen zonder dat je... wordt uitgescholden, want ik merk zelf ook hoe verdeeld mensen hierover zijn, de publieke opinie. Enerzijds wordt er te veel over bericht, anderzijds kunnen mensen er geen genoeg van krijgen. Het gaat natuurlijk over heel veel bekende mensen in 1 ruimte. Het is, Heb je dat daar gevoeld in Mechelen ook, rond het gerechtsgebouw? Absoluut. Ja. Ik ben de eerste dag al 2 dames tegengekomen die meteen tegen mij begonnen uit hun eigen, heb jij op die zaak gezeten? Ja. En is het meegevallen? Ik zeg, dat hangt er vanaf aan wiens kant je staat. Ja, natuurlijk, Bart de Pauw. We zijn van Lier, hè. Dus ik bedoel dat we... supporters. Het verdeelt ontzettend.
En dat toont, vind ik, dat dat debat nog niet gevoerd is en dat dat misschien ook niet is voor in een rechtszaal. Ik weet niet, professor, of u daar akkoord mee gaat, omdat de juridische finesses daarvan precies nog niet helemaal zijn afgeleid. Er is ook gezegd vandaag, het is nu een juridisch verhaal geworden. De advocaten van de Bouw hebben er ook op geweten. Niemand wilde dat om te beginnen. En de advocaten hebben er ook op geweten. Enfin, het is nu een juridische zaak. Je mag het niet gaan benaderen als een moreel oordeel. Het is nu gewoon een kwalificatie. Is het juridisch? Is hij schuldig of niet? Ja. En dan krijg je een heel andere discussie. Zo is het. Zo is het. Dat is de beperking van juridiseren. Hè. En dat zal dan voor een stuk bevredigend zijn en voor een stuk frustrerend zijn, wat daaruit komt. Hè. En dat moet dan allemaal geïnterpreteerd en gecontextualiseerd worden met heel veel nuance die ongetwijfeld niet zal overleven hè, in de herinnering van deze episode. Ja, en het jammer is natuurlijk dat al die vrouwen dat eigenlijk een heel deel van hun privé-conversaties en zo nu te grabbel worden gegooid. Ja, ook omdat wij media er natuurlijk op zitten te kijken. Maar vanaf dat in rechtszaal gebeurt, is het openbaar. Nu goed, als ik één ding nog mag zeggen. Heel veel mensen vroegen mij ook de afgelopen dagen waarom, als de bewijslast, want we hebben het nu niet gehad over die eerste dag, namelijk de pleidooien van Christine Musse en Anne-Sophie Raas. Lezen we in de krant nog wel. Ja, lezen we in de krant wel. Zij hebben ook urenlang gepleit en ook met heel veel sms'en aangekomen die het tegendeel bewijzen van wat die andere partij zegt. En veel mensen vroegen mij dan, maar als het zo overduidelijk is, waarom worden er dan geen excuses aangeboden als het zo simpel ligt? En dan zegt de advocaat van de burgerlijke partij, kijk, er is natuurlijk, en dat mogen we niet vergeten, nog een andere rechtszaak die dit proces kruist. En dat is die zaak tegen de VRT, waarbij de samenwerking is stopgezet met Bart de Pauw. En daar is nog 12 miljoen euro waarover discussiëren. Dat is arbeidsrecht. Daar moeten wij later nog maar eens over praten, denk ik, professor. Ik vind het in ieder geval heel moedig van die dames dat ze durven doen wat ze doen, want dat moet niet evident zijn. Het zal niet evident geweest zijn. Het was zeker niet evident, dat zeker zag niet voor je Maaike ook. Kafmeijer. Nee. Ik denk dat hij een zware dag beleefd heeft. Ze heeft ook letterlijk gezegd, ik zie jou nog altijd graag, Bart. Ik begrijp niet waarom je die jonge mensen dit hebt aangedaan. Ze heeft haar liefde eigenlijk nog wel eens verklaard. Van kijk, we waren zo goede vrienden en ik blijf je graag zien. Ja. Heel kort nog, we wisten al veel vooraf. Nu hebben we Bart de Pauw en de verdediging gehoord. Ziet zijn zaak er beter uit na twee dagen of minder goed? Op juridisch vlak dan, hè? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk, er zijn een aantal dingen wel aan bod gekomen die wel zouden moeten aantonen dat hij wist dat hij over de schreef was gegaan, wat zij hebben ontkend. Namelijk, hij is op de vingers getikt door Woestijnvis. Daar zijn bewijzen van. Hij is door Wouter van den Houten op de vingers getikt. Dat is toch één moment waarop hij had kunnen weten dat hij bij een stagiaire op dat moment over de schreef is gegaan. Maar wat is je inschatting? Beter dan twee dagen geleden of niet? Ik zou daar geen inschatting over moeten geven. Gisteren dacht ik iets helemaal anders en vandaag denk ik iets helemaal anders, Bart. Ja, vat we gaan het aan de rechter overlaten. Vat mij Zwitserland. Ja, absoluut. Okay. Ik ben altijd Zwitserland. Dus goed, 25 november... Dan weten we. Weten we de eventuele straf. Ja, goed. Nachtwerk en e-commerce. En ik ben niet Zwitserland. Daar gaan we. Nee, dat is wel een beetje rood, maar er zit geen wit kruis in uw vlag. Nee, maar het was een van de zware discussiepunten afgelopen maandagnacht die de Cro en Co de gordijnen hebben ingejaagd. En iets waar de premier een paar uur later was het dan, wellicht met enige opluchting en met enige trots op, is teruggekomen in zijn State of the Union. Onze arbeidsmarkt die is in volle beweging. Daarom legt deze regering een totaal aanpak op de tafel die meer zekerheid en meer kansen geeft door dingen die jaren vastzaten eindelijk in beweging te brengen. Stap voor stap. Deze maatregelen die we op vlak van arbeidsmarkt zijn echt wel ingrijpen. Bijvoorbeeld als het gaat over de gezinsflexibiliteit. Voor de eerste keer beslissen we dat mensen zelf kunnen kiezen als ze bijvoorbeeld de 38-uurweek in 4 dagen willen doen. Op e-commerce gaan we duizenden jobs laten creëren door bedrijven om eindelijk de mogelijkheid te geven aan mensen om ook 's avonds. Ik had begrepen dat die twee dossiers gewoon doorgeschoven worden naar de sociale partners. Nee, absoluut niet. De sociale partners wordt gevraagd advies te geven tegen 1 maart. En als ze geen advies geven of een verdeeld advies, dan zal het de regering zijn die in die dossiers ook effectief beslist. Ja, dan, maar dat is nu nog niet beslist. Hè? Het is uitgesteld, toch? Nee, eigenlijk? Maar je moet natuurlijk respect opbrengen voor sociale partners. Dit land heeft ook een traditie van sociale partners. Maar wat het verschil is met het verleden, met de vorige regering, waar men dat soort dossiers niet besliste, is dat we nu afgesproken hebben dat als er geen akkoord is van sociale partners of een verdeeld advies, dan zal het de regering zijn die zelf de beslissing neemt.
Heeft zich herpakt, mevrouw Ulis, want u was al aan het kijken. Maar heeft zich herpakt, hè, over de sociale partners. Want u bent er een, hè? Algemeen secretaris van de Socialistische Vakbond. We gaan er met u over praten, met professor De Vos, professor arbeidsrecht, die normaal in Australië zit, maar door omstandigheden ja, niet wegraakt en dus hier kan komen zitten. Fijn voor ons. Wat ik daaruit begrijp, mevrouw Ulis, jullie mogen zelf nog wel wat bekijken, wat en hoe. Maar het is wel van te moeten. Juist? Ik denk dat meneer Van Quickenborne zich vergist. Want heel veel bedrijven hebben al collectieve arbeidsovereenkomsten over nachtarbeid. Ook op niveau van de sectoren, zowel in de logistieke sector als in de handelssector. Maar ik eens vragen, is er eigenlijk een verschil tussen gewone nachtarbeid? Want er wordt echt over e-commerce gesproken, okay, hè, in specifieke omstandigheden. En gewone nachtarbeid, is daar een verschil tussen als het over afspraken gaat? E-commerce is handel eigenlijk via de elektronische weg. En dan zie je dat bijvoorbeeld in de KMO's op een, laat ons zeggen, een tijdspanne van 4 jaar er een stijging is geweest van bijna 30%, terwijl in de omliggende landen er maar 17 of 18% e-commerce is voor de KMO's in België, dus op 4 jaar tijd. En dan zie je voor de grote bedrijven dat die van 55% naar 60% zijn gegroeid, dus van 2016 tot 2020, terwijl de omringende landen onder de 40% zitten. Maar ik bedoel ook dus de arbeidsomstandigheden, hè, want er wordt nu specifiek op die e-commerce en het nachtwerk gefocust. Is dat dan iets anders dan... Want we kennen dat natuurlijk wel van we hebben dat bandwerk. Allemaal in coronatijd gezien, dat er mensen met een busje, zeker van PostNL, in vliegende vaart afkwamen, hopen dat ze... Ik woon in een appartementsblok, hopen dat ze maar overal op de bel konden drukken om toch vlug hun pakje te laten liggen en dan vlug weer weg te zijn, want die druk is immens hoog. Dus dat is echt, dat zijn heel moeilijke arbeidsomstandigheden en daarom vinden wij het zo belangrijk dat alles wat over arbeidsomstandigheden gaat, dat we daar wel kunnen over onderhandelen. En er bestaan akkoorden om dat inderdaad te doen in functie van de realiteit. En mijn collega's onderhandelingen voeren... Wat is dat in functie voeren, van de realiteit? Bijvoorbeeld, stel nu dat men zegt bij Essers, wij hebben meer uren nodig of wij hebben meer flexibiliteit nodig. Dan gaan we daar nu over onderhandelen. En dan worden er afspraken gemaakt, ook qua werkomstandigheden, ook qua arbeidsverloning. Dat is bijvoorbeeld bij Essers geweest, dat is bijvoorbeeld bij Van den Borre geweest. Dus op niveau van de onderneming bestaat het, maar ook op niveau van de sectoren. En daarom heb ik zoiets van... Op het ogenblik dat je spreekt, dat je ziet dat er een probleem is met mensen die heel langdurig ziek zijn en dat je die probeert op een progressieve manier te begeleiden naar werk, dan ga je tegelijkertijd een stimulans geven voor nachtarbeid. Terwijl we weten dat 4 op 10 mensen die nachtarbeid doen echt wel slaapproblemen hebben en dat bijvoorbeeld een studie heeft uitgewezen dat mensen die tussen 12 en 5 op frequente manier werken... aerostessen of verpleegsters, dat die 25% meer kans hebben voor borstkanker. Dus je ziet dat het ook een impact heeft op de gezondheid. En dat is dan een maar beetje wrang. Als het over de e-commerce gaat, ik hoor u eigenlijk zeggen, ik hoor mevrouw Ulis zeggen, professor, het is al in orde, het gaat. Er kunnen akkoorden gemaakt worden. Dus er moet eigenlijk niet veel meer afgesproken worden. Ja, en in onze omringende landen is dat gemakkelijker dan bij ons en goedkoper dan bij ons. Dat is het punt. Het is niet onmogelijk, het is alleen moeilijker en kostelijker. En waarom is het moeilijker? Als je kijkt naar we spreken over avondwerk. Hè. Wij zijn op dit moment aan het nachtwerken. Hè. Dus op dit moment, daarover gaat het, tussen 8 en 12 uur. Om die 24-uur-cyclus van 's avonds besteld is morgen vanaf wanneer is het nachtwerk? Tussen, na 8 uur? Na 8 uur 's avonds. Is nachtwerk. Ja, en het gaat specifiek over de periode 8 tot middernacht. Het gaat niet over nadien. Maar... Kijk, neem een stapje terug. Denk eens aan de kaart van België. Wij hebben een ongelooflijk cadeau van onze geografie, de Noordzee en onze rivieren. Wij zijn een natuurlijke hub voor distributie, voor logistiek. Mm. Wat is er gebeurd? Door onze havens ook. Hè? Ja, uiteraard. Wat is er gebeurd met de e-commerce-revolutie? Dat is dat er een slinger rondom ons ligt van de bol.coms en de Zalando's en de Coolblues, die net daarover zitten en... Marx noemt dat een hoefijzer. Je kunt dat noemen wat je wilt, maar ik ben daar de eigenaars niet van. En dus ik kan niet beoordelen waarom dat die daar geïnvesteerd hebben en niet hier geïnvesteerd hebben. Wat ik beoordeel als waarnemer, is dat dit de 5e regering is. De 5e federale regering, die zegt, we hebben daar een probleem. We hebben een probleem van flexibiliteit, we hebben een probleem van kostprijs en we moeten dat oplossen. We zullen zien of er nu een oplossing komt. Ondertussen bestaan die bedrijven, is dat gepasseerd. En dat gaat niet alleen over die pakjes... Dat gaat ook over de toekomst van logistiek. Want dat is handel, maar het wordt eigenlijk logistiek. Dat gaat over robotisering. Dat gaat over de webdimensie daarachter.
De software en de programmatie daarachter. Je hebt daar een heel ecosysteem. Het gaat over mobiliteit en vervoer. Dus wij hebben daar de boot gemist. Hopelijk is het niet de enige boot. En zijn er nog mogelijkheden om iets substantieel te doen. Natuurlijk heeft mijn collega hier gelijk al gezegd. Ja, maar al die winkels die zijn ook bezig met... Natuurlijk. Dat is eenmaal de wereld zoals die geëvolueerd is. De vraag is, die grote, ja, laten we dat over aan de Amazons, aan die andere spelers, of hebben wij daar ook nog iets van nieuwe welvaart en die jobs? Als u zegt, van dat is de verklaring waarom die grote spelers wel in dat hoefijzer rond België zitten en niet bij ons, wat is dat dan? Wel, nogmaals, ik ben niet degene die daarin geïnvesteerd is. Ik lees alleen de rapporten. Maar is dat de loonkost in de eerste plaats? Ja, het is de loonkost. Want als u moet onderhandelen en er zijn premies en er is een onderhandeling nodig en er kan een veto gesteld worden enzovoort, dat maakt het gewoon moeilijker. Dat is een gegeven. Mevrouw Uylers? En dus uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, is het niet over flexibiliteit, maar gaat het over kosten? En is dit in het kader van een budgettaire berekening? En dan zeg ik, je mag mensen toch zomaar niet altijd maar meer die arbeids- en loonsvoorwaarden naar beneden doen, want dat geeft een oneerlijke concurrentie. Hè? En dat je uiteindelijk armoede organiseert bij de mensen die werken. Maar organiseren de Nederlanders en de Duitsers? In Duitsland is er meer flexibiliteit, maar er zijn dubbel zoveel werkende mensen die arm zijn. In Nederland is een rapport geweest, ik ben de naam vergeten, van een vroegere topambtenaar, Hans, maar ik ben zijn naam vergeten. Maar in ieder geval, die is teruggekomen om te zeggen, er zijn veel te veel flexijobs in Nederland. Je ziet dat de cijfers, ik heb net Eurostat-cijfers geciteerd, je ziet dat die cijfers, dat er duidelijk een groei is geweest in de e-commerce. Waar ik meneer De Vos gelijk heeft, is dat we inderdaad naar de toekomst moeten kijken, want we hebben heel de platform-economie, waar de mensen geen collectieve sociale rechten hebben. We zien dus inderdaad wel heel die arbeidsmarkt, die kan op die manier veranderen. En we zijn dus op het Europees vlak bezig. Want ik bedoel, we hebben een schitterend land dat in het centrum ligt, in het hart van Europa. Maar ik denk dat we moeten zorgen dat we als vakbonden zeker ervoor zorgen dat mensen niet de armoede worden ingeduwd. Maar dat we kunnen samen die productiviteit vergroten. Maar dan moet het Europees afgesproken worden, zegt u. Ja, en daar zijn we dus ook aan het werken. Daar zijn we dus ook aan het onderhandelen. En intussen blijven achterop hinken? Toen meneer De Vos zei de 5 voorbije regeringen, was ik aan het lachen, want dan dacht ik, ja, ondertussen hebben de vakbonden het werk gedaan en hebben de onderhandeling gevoerd. En dat vind ik dan jammer van meneer De Croo ook, dat ze die realiteit niet kennen. Want daar gaat het uiteindelijk over. Welke realiteit kent hij niet? Dat er die akkoorden zijn, dat die akkoorden rond nachtarbeiders zijn. Eigenlijk is dit hier een besparingsoperatie om de verloning van de mensen naar beneden te doen. Maar het blijft wel een vaststelling dat die grote spelers en heel veel, want ik denk dat we wel met een online shopper aan tafel zitten. Waarom kijk je naar mij? Ik shop al wel eens online, ja. Maar ik denk dat iedereen in coronatijd wel online geshopt heeft. Hè? Maar daarom moeten die werkomstandigheden van die mensen niet slecht zijn. Ik zou zeggen, laat ons die werkomstandigheden verbeteren. En daarom dient dat collectief sociaal overleg. Wat ik wil zeggen is, er wordt hier geshopt via bol.com en via de grote spelers. En dat zijn dan de Nederlanders en de Duitsers die... Wat zie je dan? Een ongelooflijk verhoging van het verkeer. Een druk, en dat heeft hij ook gezegd, op de milieuomstandigheden. Ik denk dat het goed is dat men nu eventueel, dat men investeert bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, dat men gelijkertijd kijkt naar de ecologische situatie, maar niet alleen naar de ecologische, ook naar de sociale situatie. Het mag niet alleen over de centen gaan. Het zijn de mensen die het werk doen. En als ze van u ineens zeggen, ik wil uw arbeidsduur veranderen, dan moet je daar toch wel je akkoord kunnen overgeven. En dan denk ik dat je, als je op een collectieve manier kan doen, dat je ook minder concurrentie organiseert tussen de mensen zelf. Wat denkt u, professor? Want als we u daarover bellen, dan zegt u, ja, het zijn eigenlijk de sociale partners die mede oorzaak zijn van het feit dat we stilstaan. Ik stel dat gewoon vast, dat dat nu al 5 regeringen naar elkaar zo is. Maar de vaststelling, mogen daar geen karikatuur van maken. Dus Nederland en Duitsland, dat is niet Wilde Westen. En de vraag is vooral of... Maar zegt u dan van die werkende armen dat dat niet klopt? Je mocht dat niet veralgemenen. We spreken nu specifiek over de e-commerce. En je moet 2 dingen. De vraag die de vakbonden zich moeten stellen is... Willen we de nieuwe realiteit van de economie omarmen? Of wilt je die blokkeren? Als je ze wilt omarmen, dan moet je beseffen dat een werkdag, Dolly Parton zong ooit 9-to-5, dat bestaat niet meer. En je moet zeggen, voor bepaalde sectoren is een concept van een werkdag veranderd. Willen we dat als normaal aanvaarden? Of willen we daar hard over onderhandelen dat er extra moet betaald worden als je dat vraagt aan die mensen? Dat is de keuze. En in die andere landen zegt men, we gaan evolueren in een samenleving waar het veel meer meandert, het werk. En als je die keuze maakt,
Als je zegt, we gaan een omelet maken, je moet op een bepaald moment een paar eitjes breken. Als je die keuze maakt, dan bied je een instapmogelijkheid voor laaggeschoolde arbeid die wij echt nodig hebben in onze samenleving. Wij zitten, u spreekt over werkende armen, wij hebben intergenerationele armen die nooit werken. Dat is nog veel erger. De werkende armen, als dat een opstap is, uit niet werken, inactiviteit, marginalisering, naar een loopbaan, dan zeg ik, we hebben een opstap nodig. En we hebben die zeker nodig in België. En die formules kunnen daarbij helpen. Ja. En we hebben minimumlonen en we hebben arbeidsduurregelingen. We moeten niet zeggen alsof als u dat nu toelaat, dat we dan eindigen in een soort 19e eeuws Marcinelle in de 21e eeuw. Men maakt er een karikatuur van. Nee, ik maak er geen karikatuur van. Ik zeg gewoon op het ogenblik dat men over centen bezig is in budgettaire besprekingen en centen zoekt, dat men dan tegelijkertijd gaat kijken naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat betekent dat? Dat men daar kosten wil drukken. En niet dat men de winsten die gecreëerd worden op een betere manier wil verdelen. Maar als de professor zegt, het is ideaal voor de laaggeschoolde. Je kan daar mensen mee aan het werk krijgen die dat willen doen en die er ideaal voor zijn. Wat dan is moet daar dat dan op een goede manier, met een goed loon en een goede arbeidsomstandigheden. Ik heb hier net een paar voorbeelden gegeven van de impact die dat heeft op de gezondheid. Beslist u dat dan ook voor die mensen? Maar ik denk toch dat het minimumloon dat echt wel een rode lijn is waar niet mag ondergaan worden als mensen minder dan 10 euro per uur hebben om zo hard werk te doen. Ik daag u hier allemaal uit rond de tafel om een dag mee te lopen. Dat impliceert wel dat u zegt, als dat niet kan, dan zijn ze beter af werkloos. Dat heb ik niet gezegd. Die conclusie maakt u. Maar dat zijn de implicaties van wat u zegt. Het moet minimum dat en dat zijn. Maar het minimum moet het dat en dat zijn, omdat ik graag wil dat er collectief onderhandeld wordt. En de mensen die nu zonder job zitten, die als dat niet kan, dan blijven ze maar zonder job. Er zijn nog heel weinig werklozen. En was nu net het probleem, de arbeidskrapte, en dat men mensen zoekt. Men wil van 70% naar 80% toch gaan. Ja, maar kijk, wat gebeurt er in Engeland? Daar hebben ze zo'n druk gezet op de vrachtwagenchauffeurs, die echt wel een sleutelfunctie hebben in het zorgen dat de goede op de juiste plaats zijn, met minimumlonen, veel te lage lonen. En wat zie je dus in Duitsland? Die zijn daar ook van teruggekomen. Die zeggen dat die minimumlonen omhoog moeten. Die zitten nu net iets om en bij de 10 euro. En wij hopen dat wij een positieve stimulans kunnen geven, omdat wij dankzij het sociaal akkoord een verhoging van het minimumloon hebben onderhandeld. Dus wat zeggen wij in de grond van de zaak? Laat ons daar collectief over onderhandelen. Het mag niet opnieuw op de rug zijn van degenen die laaggeschoold zijn om de druk daar te doen. Maar ik ga toch nog één keer heel duidelijk vragen. Als het daar niet aan voldoet, aan de standaarden waarvan u zegt, daar moet het wel echt, daar ligt de minimumlat, daar moet de lat voor ons liggen. Wie wel zou willen, dan zegt u, dat is beter werkloosheid. Nee, dat heb ik niet gezegd. U zegt dat wel. Ja, maar wat zegt dat je onder het minimum? Nee, maar wat ik zeg, kijk, wij zijn een land van vooruitgang. En dankzij het collectief overleg zijn we daar goed in geslaagd. Dus als je hogere lonen hebt en betere werkomstandigheden, dan ga je ook die consumptie weer aanwakkeren en dan ga je productiviteit genereren en dan ga je ervoor zorgen dat wij op een innovatieve manier met onze maatschappij moeten omgaan. Wel, en dat is de uitdaging die er is. Ik hoor hier wel aan tafel zeggen, het is al 5 regeringen lang en ik zie u lachen daarnet. Maar ja, als men zegt dat we vooruitgaan dankzij het sociaal overleg, dan moet ik echt lachen. Ja, en dat is groen lachen. Dat is groen lachen, natuurlijk. Ja, ja. Hè. Want zeg mij nu een keer op één dossier, dat al die dossiers... Laten we beginnen met, als u spreekt over lonen, ja, die loonnorm. Wat voor een ondraaglijke carousel van stilstand is dat nu? Ja, maar ik viseer sociale partners. U zit met tien. Hier zit 1 persoon, nee. Dus ik viseer mijn vrouw niet. Ja, als je kijkt over brugpensioen en langer werken, als je kijkt over aanvullend pensioen, als je kijkt over arbeidersbedienden, nu dit dossier. Er is in geen enkel serieus dossier, niet de marginale dingen, niet de puntjes na de komma, geen enkel serieus dossier heeft het sociaal overleg een dragende, stimulerende kracht. Geen decennia al. Het is een obstakel. Op de vooruitgang voor de mensen toch het tegendeel bewijzen gedurende de voorbije 70 jaar. Noemt u eens wat de professor zegt, noemt u eens een concreet voorbeeld? Een heel concreet voorbeeld. Onze mooie sociale zekerheid, die dit land 2 jaar gedurende corona rechtgehouden heeft, die ervoor gezorgd heeft dat de mensen niet in armoede vielen en dat er goede gezondheidszorgen zijn waar iedereen heeft kunnen op rekenen. Dat is het beste voorbeeld wat ik u kan geven, meneer De Vos. Ja, die bestaat sinds de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft niks te maken met wat we nu vandaag bespreken. Dat zijn misschien de vorige generaties van sociale partners. En de die in de gouden jaren 60 daar hebben kunnen op surfen. De vaststelling is, zodra dat de gouden jaren 60 voorbij waren... Ja, als we de film afrollen van onze economische geschiedenis, moeten we niet teruggaan. We moeten dat toch niet herhalen wat er in de jaren 70, jaren 80 allemaal gebeurd is, omdat er dan ook stilstand was. En er was toen ook al probleem over automatische loonindexering. Nog zoiets waar er nooit een echte consensus over kon. Even terug naar nu, die e-commerce. Wat
wil u concreet op tafel leggen? Waar hoopt u te landen? Maar ik zou graag eens willen weten wat ze van ons verwachten. Zoals ik zei, zijn er al voor vele bedrijven en veel sectoren zijn al akkoorden afgesloten. Dus wat verwachten ze concreet van ons? Dus dat weet u nu nog niet? Nee, ik veronderstel dat we van de minister van Werk of misschien van de premier wel of een voorstel krijgen voor advies of een aanzet meer tot flexibiliteit tussen 8 en 12. Gaat dat lukken? Nogmaals, er zijn zoveel... Nee, maar goed, heel concreet. Gaat dat lukken? Ik zeg, er zijn zoveel sectoren die het al hebben. Hè? Dat de chemie, de handel. Het bestaat al. Dus ik zou graag willen weten wat ze eigenlijk van ons willen. Oké. Okay. Dat zijn sectoren met andere arbeidsvoorwaarden en met andere productiviteit en winstmarges. En hier spreek je over een andere sector die bij ons geparkeerd zit in de sector van de handel, waar bepaalde loonnormen gelden. En die daardoor niet competitief zijn met de andere landen. De vraag is of je als sociale partners bereid bent de economische realiteit te omarmen. Als je daar niet toe bereid bent, dan gaat u 3 keer verliezen. Dan verliest u de jobs in de gewone handel, want er wordt gedigitaliseerd. Dat is een neergaande tewerkstelling. U verliest de opportuniteiten waar we het zo net over hadden. En u bent bezig de logistieke poot van onze haveneconomie door te zagen. Voor de toekomst. Want daar worden investeringen gedaan. En er zijn geen 10 Amazons die gaan ontstaan. De vraag is of we er eentje in België aan kunnen krijgen. En waarschijnlijk is het al te laat. Denkt u dat de regering uiteindelijk zal beslissen? Dan moet u aan de regering vragen. Ik stel vast... Wat is uw inschatting? Dit is een regeerakkoord waar men de loonnorm tot de absurditeit heeft doorgetrokken. Namelijk, alles dossiers gaan naar de sociale partners en beslis. Ja? Dus de ervaring met de loonnorm is dat dat niet werkt. Als u zegt, we gaan de sociale partners een onderaannemer maken voor politieke beslissing, dan wordt de politiek gegijzeld door de belangen van de sociale partners. Dat is een formule die proefondervindelijk failliet is in België, maar deze regering doet niet anders. We zullen zien. Ik weet niet wat daar gaat uitkomen. We zullen zien wat daar uitkomt en niet uitkomt. Als het teruggaat naar de regering, wel, daar zit een politieke partij die denk ik het niet gemakkelijk zal hebben om tegen de vakbond van de achterban in te gaan. Goed, we zullen zien wat het wordt. Elke dag met een keer. Ik zie wel veel vooruitgang in het land en ik ben daar toch fier op. Ja. Misschien wat meer reizen. Daar ziet u nog meer vooruitgang in onze omringende landen. Dat gaat toch niet overal. U zit zelf vast in. Maar dat doen we veel te weinig in België. We zijn met niets tevreden. Goed, we gaan naar de bioscoop. Dat mag ook. Ja, dat mag ook. Een beetje cultuur. We hebben gisteren... Kom. Ja, kom bij jou, Theodore. We hebben gisteren al een filmtip gegeven, maar deze, die van jou wil ik er echt nog wel bij doen. Want hij is 1, wat ik daar straks zei, in de prijzen gevallen in Cannes. Volledig terecht, als u het mij vraagt. En 2, we hebben eindelijk die regisseur hier tot bij ons gekregen. We gaan de trailer al eens laten zien. En dan moet u toch onthouden dat de film gebaseerd is op waar gebeurde feiten. ¿Dónde está la señora? ¿Usted es la mamá de Laura, verdad? Sí. Pues si quiere volver a ver a Laura, voy a dar 150 mil pesos. Llama a la camioneta esa negra bonita en la cama de su esposo. La lana. Ahora devuélvenos a nuestra hija. Que tengan bonita noche. ¡Eh! ¡Ay, mi hija! Necesito que me ayude. Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente, bajo 2 condiciones. Nunca me cuestione y no hable con nadie de lo nuestro. ¿Qué hiciste? Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar. ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? Ya no la busqué. ¿Usted cree que todavía esté viva? Yo creo que si tienes una madre, sabes lo que es amor. La Civil van Theodora Ana Mihai. Vlaamse, maar Roemeense roots. Klopt, hè? Ja. En ik zei daar straks, de eerste langspeelfilm die maakt, een hub in de prijzen in Cannes. Ik stel voor, laten we eerst nog eens kijken naar die beelden van die bekendmaking daar. Want het zijn wel mooie beelden, denk ik. Jij en dat zijn de 2 hoofdrolspelers. Hè? En de cast, daarachter een van je jachten. Hè? En dat de bekendmaking die komt zo meteen nog hier op de Rode Loper. Want vertel eens in welke categorie dat precies is. Want het is niet de Gouden Palm of zo, hè, maar het is wel... Het was Un Certain Regard. Ja? Het is wel de officiële selectie van het filmfestival, maar niet de hoofdcompetitie. Dus de Un Certain Regard. Ja, wat betekent dat? Want dat heeft iets met durf te maken, hè? De categorie voor de durvers of zoiets? Nee, het is eigenlijk zo. De traditie is dat de jury van Un Certain Regard zelf titels mag verzinnen voor de films die zij willen belonen.
En dus vonden ze dat, dat La Civile de prijs voor l'audace... Dat is heel moeilijk te vertalen eigenlijk. Le prix de l'audace. Klinkt als durf. Durf, stoutmoedigheid, ja. Ja. Er raken zo wat nuances verloren, vind ik, zo in de verschillende vertalingen. Maar het is wel een heel, denk ik, gepaste titel... Voor de omstandigheden waarin dat de film ontstaan is, eigenlijk. Ja. Het is geïnspireerd op een moeder die heel audacieus was. Dat kan je wel zeggen. Een moeder die het recht eigenlijk in eigen hand neemt nadat haar dochter ontvoerd is door Mexicaanse gasten van een Mexicaans drugskartel. Hoe kom je in godsnaam bij zo'n verhaal terecht? Ik was eigenlijk in Noord-Mexico research aan het doen rond het onderwerp. En ik wou het onderwerp aankaarten door het point of view van jongeren eigenlijk. Ja, hoe is het om in zo'n omstandigheden op te groeien? En uiteraard, hoe is het om ouder te zijn in zo'n context? Ja. En dus door jongeren te interviewen... Een kennis bracht mij eigenlijk in contact... bracht ons in contact, want mijn co-schrijver was mee. Abacuc Antonio de Rosario is zijn naam. En... Een dame wou mij spreken eigenlijk. Ze had gehoord dat ik een buitenlandse filmmaker ben, mm-hmm. die daar dus onderzoek doet rond dat onderwerp. En zij wou absoluut haar verhaal kwijt. En wij ontmoeten elkaar. En de eerste ontmoeting was met een revolver op tafel. dat was dan haar manier om respect af te dwingen eigenlijk. En een van de eerste dingen die ze mij zei, en dat was een schok. Ze zei, als ik wakker word 's ochtends, wil ik doden of sterven. Dat is hoe ik elke ochtend wakker word. En het zijn... Die woorden pasten niet in de mond van een moeder, van een huisvrouw. Haar fysiek matchte niet met het geweld van haar... En dat is uiteindelijk het hoofdpersonage in je film geworden? Dat is de inspiratie geworden voor het hoofdpersonage van Cielo. Ja. Ja. Want je wou eerst... ik heb het goed toch, hè, dat je eerst een documentaire eigenlijk wou maken over... Over haar, over deze dame. Ja. Wij zijn daarmee gestart. Maar het was in een heel gevaarlijke regio. Ja. Wij waren een ploeg van 4 mensen. Wij hadden 4 bodyguards moeten inhuren. En de bodyguards hadden eigenlijk de hulp van het leger ook moeten vragen. Ja. Nu kan ik aan denken, want daarnet op de trappen, we zagen die 2 mannen aan het uiteinde, die hadden ook een kogelvrij vest aan. Was dat specifiek gewoon voor Cannes? Of had dat daar ook mee te maken met de film die jullie gemaakt hebben? Dat is een symbool eigenlijk. Oké, het was niet we hadden geen bodyguards nodig in kamp. Ja. Nee, maar heb je daar geen schrik voor gehad? Dat als je deze film zou vertellen, dat er op een bepaalde manier een reactie zou komen? Ik weet het niet. Ik hoop dat er reactie komt, maar geen gewelddadige reactie. Dat bedoel ik. Nee, in de fictie heb ik daar geen schrik van, maar met de documentaire wel. Het is daarom dat we de documentaire hebben moeten stopzetten, eigenlijk. Mm-hmm. Daarom voor de veiligheid en ook voor het feit dat wij met censuur te maken hadden. Want het onderwerp is zo delicaat dat wij konden niet zomaar een samenwerking tussen een burger en het leger filmen zonder problemen te veroorzaken voor die mensen. Laat ons nog eens een klein stukje bekijken. Want het is heftig op persoonlijk en psychologisch vlak, maar ook natuurlijk op fysiek vlak, als ik dat zo mag zeggen. Ja. ¿Quieres que me meta o qué?
Toen zat ze nog vol angst, maar ze is dan eigenlijk een beetje getransformeerd in iemand die, ja, die het recht in eigen hand neemt en wraak wil, omdat haar dochter verdwenen is. Hè. Ja. Het is zware kost, maar misschien het zwaarst vind ik nog de onmacht eigenlijk van een moeder om niet aan haar kind te geraken. Ja, het is eigenlijk de film is over die oerangst van de verdwijning van een kind. Maar dan ook de oerkracht die naar boven komt. Die men zelfs, want zij start in de film als een zeer zwakke vrouw. En zij maakt die evolutie mee, die emancipatie eigenlijk ook. Zij ontdekt die bovennatuurlijke kracht bijna. Denk je dat ik zal niet zeggen iedereen, maar bijna iedereen daartoe in staat is als er zoiets met zijn of haar kind gebeurt? Ik denk het wel. En dat is het straffen eigenlijk. Dat zij ergens evolueert van slachtoffer naar ja, ze gaat toch een donkere richting uit en ze overschrijdt haar eigen limieten. Ja. En dat is het straffen. Hè. Er is geen zwart-wit in de film, alle personages. Er zijn heel veel grijswaarden en dat vind ik eigenlijk het boeiende. Ja. Want hoeveel, als je dat wordt... Dat is dan altijd interessant om te weten. Hoeveel van de film is waar gebeurd eigenlijk als je de film bekijkt? Ja, ik moet vermelden, het is zeker geen biopic van Miriam Rodriguez. Omdat er is 2,5 jaar research gedaan. Dus we hebben zoveel getuigenissen gehoord. En er zijn elementen ingeslopen. Dus we hebben echt wel een fictie geschreven die geïnspireerd is, fel geïnspireerd is op de realiteit. Maar het is niet letterlijk wat er gebeurd is met de dame. Ja. Want zij is dan niet de actrice uiteraard, maar de vrouw zelf is vermoord. Ja. Die eigenlijk aan de basis van het verhaal ligt. Ja, ja. Dus wij hebben haar twee weken kunnen filmen en wij hadden eigenlijk door dat niet verder kon gedaan worden. Ik wou haar eigenlijk een jaar lang volgen. Ja. En mijn Mexicaanse ploeg zei ook van kijk, je gaat dat moeten herevalueren. Herdenken heb ik ook gedaan. En in samenspraak met haar hebben we dan beslist om in de fictie verder te gaan, geïnspireerd op. En ik wist dat de fictie mij de vrijheid ging geven eigenlijk om op een veilige manier en zonder censuur te zeggen wat ik wou zeggen over het onderwerp. Is het een beetje ter haar nagedachten is dan ook? Ja, uiteraard. En voor de vele families die helaas in die situatie... verkeren. Het is nog altijd het geval in Mexico. Heeft ze haar dochter ooit gevonden? Of mogen dat nog niet weten? Je mag niet alles verklappen van de film. Natuurlijk. Dan moet je gaan dat kijken. Heb jij wel net gedaan, maar ik ga zeker kijken. Ik had het al opgeschreven. Maar... We spreken over de film of over Miriam Rodriguez? In het echt, hè, ja. Nee. Ik dacht spoiler alert. Vanavond om 10:30, denk ik. Hè. Mensen die nu aan het kijken zijn en in de buurt van Gent wonen. Op het filmfestival. Ja. Ik denk dat dat nog uitgaat. Gaan zeker gaan kijken. Zijn er nog kaartjes? Dat weet ik niet. Ik hoop van niet ergens, maar... maar het komt in de cinema de 27e oktober. Proficiat in ieder geval. Dan wacht wel tot dan. Dank je wel. Theodore, dank je wel voor je komst. Dank je wel ook mijn andere gasten. Fijn dat jullie er waren. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Morgen zit Ivan hier aan tafel met onder meer Barbara Pas van Vlaams Belang. Mooie avond nog en tot later.